NAX heeft vanmorgen in verband met haar 70ste jubileumjaar een Anissa met daarop 70 jaar NAX gelanceerd, de Spanhoek. Lid van de commissie 70 jaar NAX, Shahna Spengel, wil de organisatie met deze Anissa de Afro-Surinaamse cultuur dichter bij de samenleving brengen. Vanmorgen hebben we de launch van onze Anissa. We openen Anissa today, want NAX Anissa, 70 jaar in NAX. En vandaar die drukte. En we doen het een beetje op de oude manier. Met de hoofddoeken verspreid, met muziek. Drukte van de stad, gezelligheid. NAX is een grote culturele organisatie die werkt in die gemeenschap. En de bedoeling is dat we onze Creoolse cultuur dichter bij die samenleving brengen. We zijn bezig ons cultureel erfgoed te beschrijven, zodat het vastgelegd wordt bij de UNESCO. En de Anissa is een van de elementen. We hebben de Koto helemaal beschreven en nu zijn we bezig met de Anissa. En de bedoeling is om het zo dichtbij mogelijk de mensen te brengen. Als mensen het zien, als ze het horen, Teshi Wering, Iprodonanging, dan vindt al een stukje overdracht plaats. Volgens Mariska Hewaki, hoofdbestuurslid en de trekker van het jubileumjaar, is de overdracht van de Afro-Surinaamse cultuur belangrijk. Zij zegt dat het erop lijkt dat men niet weet waarvoor bepaalde zaken dienen, vooral die van de Anissa. Je hebt de vosting Anissa's, bijvoorbeeld Wacht me op de hoek. Bepaalde impala, hoe heet die andere? Iets van impala of zo, weet je. En die hoofddoeken, otobaka, en die hoofddoeken hebben dan een betekenis. Maar door die modernisering hebben ze niet echt, zeg gewoon mooi edis, prodo edis. om terug te komen op dat van NAX. Onze hoofddoek heeft een hele mooie odo. Minakankan 3, toch? Ja, en het gaat erom van NAX bestaat 70 jaar. We hebben heel vele artiesten grootgebracht. Of zijn gevormd in NAX. En ze zijn overal te vinden. Toch? En ze maken progressie. Kijk maar naar Clifton Brown. Ik wil het slechts één van ze noemen. En Verpanka. Toch? En dat betekent, dat is de betekenis van onze Odo. U zag en hoorde Mariska Hewaki, hoofdbestuurslid en trekker van het jubileumfeest van NAX. Zij sprak vanmorgen tijdens de launch van de NAX Anissa, de Spanhoek.